We zijn bezig in de serie Rooted. En Rooted betekent in Nederlands, voor iedereen die nog niet zo goed in Engels is, geworteld zijn. En we hebben eigenlijk de afgelopen tijd naar een aantal grondsoorten gekeken waarin jouw wortels heel goed kunnen ontwikkelen. En waarom wil God nou dat jouw wortels goed ontwikkelen? Omdat er dingen in jouw leven gebeuren. En hij wil dat je blijft staan. In elk seizoen. Dat je zulke grote wortels hebt. Dat je, wat er ook gebeurt in jouw leven. Dat je kan blijven staan. En we hebben 3 grondsoorten die we daarin behandelen. En de eerste, die heeft Pastor Erold een tijdje geleden gedaan. Die gaat over de intimiteit met God. Wat gebeurt er tussen God en jou als wij allemaal niet kijken? Wat er is jouw binnenkamer met God? Wat zit daar in jouw hart? Dat is de allereerste grond waarin jouw wortels heel erg kunnen gaan groeien en ontwikkelen. En de tweede grond, die heeft Joshua vorige week gedaan, over een onderwerp waar ik heel fan van ben. Community. Weet je, God wil jou in een omgeving van mensen plaatsen waar je lekker kan groeien en bloeien en groter kan worden dan dat jij misschien van jezelf denkt dat je kan worden. En weet je, God wil dat je commit aan zijn huis, aan de community. En er is ook een vijand en die zal altijd proberen om jou te isoleren en om jou daarvan af te houden. Maar die valstrik die kennen wij natuurlijk, dus daar trappen wij niet in. Dus wij gaan gewoon lekker elke week, weet je, naar zijn huis komen, in zijn groepen, in de groepen zitten, connectgroepen, teams, zodat dat ons niet gaat gebeuren, toch? Zodat we stevige, dikke wortels ontwikkelen. En dan de laatste grond, die ga ik vandaag behandelen. En dat is dienstbaarheid. God wil eigenlijk een grond van dienen, een grond van dienstbaarheid in jouw leven hebben, waardoor jouw wortels sterk kunnen groeien. En dienstbaarheid, weet je, dienen, deel zijn van een team, van zijn grote plannen voor jouw leven, dat is iets waar hij doorheen werkt. En we gaan dat doen naar aanleiding van het thema doen, durven en de waarheid. Dus we beginnen natuurlijk bij doen. Nou, allereerst gaan we eens kijken in de Bijbel naar koning David. Koning David was iemand die heel veel deed. Hij deed heel veel mooie dingen, maar wat heel erg bijzonder was aan hem, is dat hij eigenlijk van binnenuit een dienaar was. Bij alles wat hij deed, had hij een enorme dienstbare houding. In zijn wortels zaten dienstbaarheid en nederigheid heel erg verankerd. En volgens mij is dat een van de sleutels geweest waarom hij zo groot is geworden voor Gods koninkrijk. Waarom God zegt, dat is een man naar mijn hart. En als je kijkt in de Bijbel, staat dat in 1 Samuel. Daar staat, wie van al uw dienaren zou u beter kunnen vertrouwen als David? Hij staat in hoog aanzien aan uw hof. En ik vond in het Engels eigenlijk nog mooier. Daar staat, who of all your servants is as loyal as David, highly respected in your household. Weet je, David, als je in de Bijbel kijkt, toen hij kind was, kind, tiener, ging hij al voor de schapen van zijn vaders huis zorgen. Dat is waarom hij bekend staat. Hij was herder. Hij zorgde voor de schapen van zijn vaders huis. En als hij wat ouder wordt, dan gaan zijn broers in de oorlog dienen. En hij baalt er ook van dat hij niet mee mag dienen. Maar hij gaat niet boos worden of nukkig thuis zitten van nou, laat maar dan. Hij gaat zijn broers dienen. Hij gaat ze helpen, hij gaat ze voedsel brengen. En nog later in Davids leven zie je dat hij de koning zelfs mag dienen. Weet je, zijn houding van dienstbaarheid brengt hem zo onwijs ver. En bij de koning mag hij worshipleider zijn en wapendrager. En weet je, ik geloof dat God die 3 dingen ook voor ons heeft. Dat hij ook voor ons wil. Dat we voor de schapen, voor de mensen van onze vader zorgen. Weet je, dat we zorgen voor onze broers en zussen als ze het moeilijk hebben. Als ze in oorlog zijn. Weet je, als ze nood hebben of dingen moeilijk gaan. En dat we ook hem als koning dienen en er voor hem zijn. Weet je, ik vind het zo bijzonder zelfs. Als Saul, de koning, de leider van David, tegen David keert, heeft hij alle recht om te denken, ja zeg, sorry hoor, maar nu ga je toch echt te ver. Maar zelfs dan blijft hij dienstbaar. Hij wordt niet kritisch, hij neemt niet het heft in zijn eigen handen. Ik zou dat persoonlijk best wel een beetje moeilijk vinden.
En in de cultuur van tegenwoordig leer je vooral, je moet het voor jezelf opnemen. Je moet zomaar niet dingen laten gebeuren. En je moet overal een beetje kritisch naar kijken. Want ja, je weet maar nooit. Maar dat is niet Gods koninkrijk. Gods koninkrijk laat David heel duidelijk zien. Blijf een dienende houding hebben in alles. En weet je waarom die dat kan? Omdat hij niet op mensen vertrouwt, maar op God. En op God vertrouwen is een essentieel onderdeel, boven alles in deze wereld, om je wortels heel sterk en gezond te krijgen. Weet je, het is essentieel om een sterk wortelsysteem te bouwen, om God in alles te blijven vertrouwen. En weet je, dat is David. Maar we hebben eigenlijk nog een veel sterker voorbeeld in de Bijbel. Weet je, als je christen bent, of misschien ben je nog op onderweg, of te denken van wat is dit eigenlijk allemaal. Maar dan, wij willen Jezus volgen. En als iemand een voorbeeld is van een dienaar, dan is het Jezus wel. Hij is koning, hij is de allerhoogste die er maar kan zijn. En hij heeft gezegd, nee, maar zo wil ik niet bekend staan. Ik wil bekend staan als dienaar. Hij ging de voeten van zijn discipelen wassen, terwijl dat echt niet normaal was in zijn cultuur. Weet je, Petrus zei meteen, nee, u gaat absoluut niet mijn voeten wassen. Weet je, het was heel grappig. Vanmorgen vertelde ik aan mijn kinderen wat we vandaag gingen doen en zo. En toen zei Anna, mama, als je dat gaat doen met dat pakje en zo, dan denken ze straks echt dat je een beetje koekoek bent. Ik dacht, nou, lekker, van je kinderen moet je het hebben. Dus mochten jullie dat denken, het is niet zo. Maar weet je, ze dachten ook van Jezus op dat moment, dat hij zei, weet je, discipelen, ik ga jullie voeten wassen, dat hij een beetje koekoek was, weet je. Dat was totaal niet normaal in zijn cultuur. En toch zegt hij, ik vind het zo belangrijk om zo'n voorbeeld te geven, want dat is wat ik wil leren aan mijn discipelen, aan de mensen in mijn huis. En er staat in Colossense 2, vers 9 en 10. In hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Omdat u één met hem bent, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Weet je, alles wat Jezus heeft gekregen van God, alle macht, alle autoriteit, alle, weet je, dat heeft hij ook aan ons gegeven. Alleen wij moeten daar soms nog in leren wandelen en dat leren ontdekken hoe dat werkt. Weet je, in de wereld is het normaal om alles te doen wat goed voor jou is. Ja, als het goed voelt, als het goed voor jou is, als het jou verder brengt. Maar Gods koninkrijk is echt het tegenovergestelde daarvan. God zegt nee, als het voor die ander goed is, dan moet je het doen. En dat is iets wat bij ons zo tegen ons denken en tegen onze natuur ingaat. Maar Jezus deed alles om te dienen. En hij deed dat in teams. Jezus was God. Hij had prima in zijn eentje de hele wereld kunnen redden. Maar hij koos ervoor om dat in een team te doen. Omdat hij wist hoe belangrijk het is om met elkaar te dienen. Het heeft zoveel meer kracht om met elkaar dingen te doen. Want dan kan jij namelijk verder groeien dan dat je zelf persoonlijk zou kunnen. Andere mensen zien dingen in jou die jij niet misschien in jezelf ziet. Ze kunnen jou verder brengen en groter maken. En dat is Gods bedoeling. Weet je, zoveel groter groeien dan wie jij in je eentje ooit zou kunnen zijn. Weet je, we doen het, ik zei al, we beginnen bij doen, omdat Jezus ons dat voorbeeld heeft gegeven. En dan gaan we door naar durven. Als we dan zeggen, nou, we doen, we willen het wel doen, maar dan kom je bij het stukje, durven we het eigenlijk wel? Weet je, durf jij te geloven in wat God over jou zegt? In zijn plannen voor jouw leven? Hij heeft de allergrootste plannen, nog veel meer dan wij ooit kunnen bedenken, voor ons persoonlijk. Je bent geroepen om heel groot te zijn. En zijn roeping op jouw leven is veel groter dan alleen dit leven. Het gaat nog veel verder door in de eeuwigheid. Maar daar hebben we God voor nodig. En ook dat we geloven in zijn principes. Weet je wat Jezus deed? Was echt heel bijzonder. Toen hij op aarde was, iedereen in zijn omgeving kreeg het idee, hij creëerde die omgeving, dat ze meer konden dan dat ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Hij creëerde een omgeving waarin mensen groots over zichzelf gingen denken. Hij nam gewone vissersmannen, tollenaars, vrouwen uit de prostitutie.
En hij liet hen weer geloven in wie ze waren in hem. En in wie ze konden worden door hem en met hem. En God wil dat nog steeds doen. Als jij een relatie met hem hebt, wil hij nog steeds in jouw leven laten zien. En een omgeving creëren waarin je groter kan worden, mooier. Al jouw bestemming en plannen die hij in jou heeft gelegd, tot uiting laten komen. Maar hij gebruikt daar een team voor en mensen, een beetje een groep mensen om jou heen, om dat te doen. Weet je, er staat in Lucas 9 vers 1 en 2... Hij riep zijn 12 discipelen bij zich. Inmiddels heeft hij er hopelijk wat meer. Volgens mij wel over de hele wereld zijn er veel meer discipelen dan 12 inmiddels. En gaf hun de macht en gezag over alle demonen en de kracht om zieken te genezen. En daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Weet je, gewoon simpele mannen gaf hij alles om te doen wat ze moesten doen. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Ik heb niet het idee dat die discipelen dachten, nou, dat kunnen wij wel even. Als je door de Bijbel heen leest, zie je ook dat ze dat allemaal best wel spannend vonden. En dat hebben wij misschien ook. Maar weet je, durf te geloven in de grootheid die God in jou heeft gelegd en door jou heen wil doen. En de omgeving waarin hij dat wil doen, is zijn huis, zijn connectgroepen, zijn teams, zodat je verder kan knallen. Want in je eentje kom je veel minder ver. Weet je, zijn grootheid leidt ons niet, even kijken hoor, leidt ons niet naar trots. Dat is wat er in de wereld gebeurt. Als iets goed gaat, als je connect groeit van 3 naar 25, of je team, of wat dan ook. In de wereld zouden we dan trots kunnen worden. Maar God vraagt ons, joh, juist bij mij werkt het andersom. Mensen die groot zijn in mij, zijn niet trots, maar juist nederig. Zijn er juist om anderen te helpen. En dan kom je bij het tweede wat God in ons heeft gelegd. Allereerst grootheid, maar ten tweede leiderschap. Om goed met die grootheid die God in ons heeft gelegd om te kunnen gaan. Om dat goed te kunnen leiden in ons leven. Weet je, ook dat leiderschap ziet er bij God anders uit dan wij in eerste instantie zouden denken. Het is niet voor ons eigen gewin. Het is juist als je echt groot wil zijn in Gods koninkrijk, gaat het over je houding, over leiderschap, over dienend leiderschap. Weet je, leiderschap is nooit bedoeld om te domineren. Het is altijd bedoeld om autoriteit te kunnen nemen, om anderen verder te kunnen helpen als dat nodig is. Weet je, het is nooit bedoeld om te domineren. God heeft jou leiderschap gegeven over je eigen leven, over je gezin, over mensen in je omgeving, om autoriteit te kunnen nemen en te kunnen zeggen, joh, ik kan jou hier misschien verder in helpen. Ik kan misschien voor je bidden om anderen te helpen. Weet je, dat is Gods idee achter leiderschap. En er staat in Lucas 17 vers 10, als jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan, wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. God is zo duidelijk wat onze houding zou moeten zijn. Grote mensen in hem, grote leiders in hem, maar ondertussen zo nederig van hart, zo dienstbaar. Lucas 10 vers 20, verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel is opgetekend. En Lucas 9, vers 46 en 48. Ze begonnen, ook daar gebeurde dat, ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. En hij zei tegen hen, wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. Weet je, je hoort zoveel dingen, ook gewoon om ons heen in de wereld, over dienend leiderschap. Jezus heeft dat uitgevonden. Weet je, laten we dienen in alles wat we doen. En God heeft allereerst ons gediend. En daarvanuit willen wij hem ook dienen. Weet je, wat is jouw motivatie om te dienen? Om een leider te zijn? En er staat in Lucas 9 vers 24. Want ieder die zijn leven wil houden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Weet je, God wil zo graag meer leven geven, meer vreugde. Maar dan durven wij te geloven in wat God in ons heeft gelegd. En ik weet dat er ook af en toe teleurstellingen voorkomen. Misschien zit jij hier wel en denk je, ja,
Ik heb wel eens gediend en misschien zelfs wel in de kerk, maar dat is allemaal niet zo lekker verlopen. Misschien heb je wel gewoon teleurstelling opgelopen. Ik heb zelfs wel eens mensen gesproken die burn-out zijn geraakt van dienen in de kerk. En dat is nooit Gods bedoeling. Weet je, dienen betekent niet het negeren van je eigen interesses en je eigen behoeftes. Dat is niet wat God bedoelt met dienen. Dat je maar lekker iets gaat doen waar je vooral niet, waar je vooral geen zin in hebt, waar je vooral niet goed in bent. Weet je, soms moeten dingen gebeuren, maar God wil dat je goed voor jezelf zorgt. Hij wil dat je goed grenzen kan stellen, gezonde grenzen in je leven. En dat je jezelf waardeert en van jezelf houdt zoals hij van jou houdt. Want dan krijg je een echte, dieper vervulling. God wil jou vervullen. Hij wil niet dat je afhankelijk bent en jouw identiteit of jouw waarde zou afhangen van wat je doet. Van waar je dient of weet je welke plek je krijgt. God wil dat jouw identiteit, jouw waarde, wie je bent, door hem vervuld wordt. Want dat is de enige die echt jou kan vervullen ten diepste. Een taak of iets doen zal dat nooit die plek in kunnen nemen. Hij wil je vervullen, hij wil je identiteit versterken. En uit die gezonde identiteit, uit die gezonde waardes, uit die gezonde grenzen, wil hij iets gaan opbouwen in jouw leven dat nog veel groter is dan jijzelf. En dan je ooit kan bidden of beseffen. En dat staat in Filippenzen 2 vers 4. Daar staat, heb niet alleen uw eigen belang voor ogen. Daar staat niet, heb niet uw eigen belang voor ogen. Nee, heb niet alleen uw eigen belang voor ogen. Je moet dus wel je eigen belang voor ogen houden. Maar ook die van de ander. En dat is zoals God het bedoeld heeft. En Jeremia 31, vers 25. Wie uitgeput zijn, geef ik, God, nieuwe kracht. En Psalm 103, vers 20. Sterke helden die doen wat hij zegt. Durf jij soms opnieuw te geloven dat God leiderschap in jou heeft gelegd. Een goddelijk leiderschap. Invloed, mensen, plekken, situaties waar jij iets kan betekenen voor een ander. En dan het derde wat hij in jou heeft gelegd, is zijn koninklijk bloed. Weet je, God is de allerhoogste autoriteit. En hij zegt, jij bent mijn zoon en mijn dochter. Je bent een koningskind. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je grote waarde hebt. Als jij een koningskind bent, als je ergens binnenloopt, dat mensen denken, wauw, oh, daar is de koning of het koningskind. Weet je, het gaat altijd over je waarde, maar ook over een erfenis. Iets wat God voor jou heeft. Een erfenis van mensen die jij kan bereiken voor zijn koninkrijk. God heeft iets goddelijks in jou gelegd, iets koninklijks. En ook weer hier keert Jezus het helemaal om. Want je zou denken, en de discipelen dachten dat, dat koningschap, dat is fijn, weet je. Dan word je bediend. Op al je wenken word je bediend. Je hoeft maar te knippen en er staan druiven. Je hoeft maar te, weet je, en alles wordt voor je geregeld. Maar bij Jezus is het precies andersom. Hij kwam als koning om anderen te dienen. Om niet bediend te worden, maar om anderen te dienen. En er staat in Lucas 12, vers 32. Want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen geven. Weet je, dat is nog steeds zo. God wil jou zoveel meer geven. En David ontdekte al dat het niet een positie is of macht, maar dat het een enorm mooie verantwoordelijkheid is die God ons geeft. Weet je, een verantwoordelijkheid en rekenschap aan God. Je verantwoorden van, Heer, ik doe dit voor u. Een houding van dienen. Pure liefde voor God. Hij heeft allereerst ons lief gehad. Hij wil ons dienen. Weet je, toen ik in de eerste dienst in de worship stond, had ik helemaal niet bedacht. Maar toen zei ik, wat ik echt zou willen, is dat mensen hier naar buiten lopen en denken, wauw, wat heeft Jezus voor mij gedaan? Weet je, hij is zo dienstbaar. Hij heeft alles gedaan wat hij kon. Hij heeft zelfs zijn leven gegeven voor jou persoonlijk. En ik zei in de eerste dienst, maar dat is voor de vrouwen, ik hoop dat je verliefd naar buiten loopt op verliefd op God. En Jan Harm zei, voor de mannen is dat, weet je, dat je passie voor God zo vurig is en zo krachtig, dat je dat eigenlijk niet meer tegen kan houden. Dat je denkt, ik moet over hem vertellen. Ik weet je, ik wil hier iets mee. En God is daar zo, gaat daar zo doorheen werken. Weet je,
pure liefde voor God en voor zijn mensen en zijn plannen? Geloof jij in waarden, koninklijke waarden die God op jou heeft gelegd en een erfenis? Durf jij in 2018 meer mensen bij God te brengen? Jouw erfenis in hem. Ik geloof dat God dat zou willen. Dat we allemaal, weet je, als iedereen, één iemand dit jaar zou bereiken voor God, zijn we verdubbeld. Dat is echt super bijzonder. En één iemand, dat zou toch best moeten kunnen lukken. Statistisch gezien is dat haalbaar, toch? Durven wij dat? Durven we uit te stappen? En dan het laatste. Doen hebben we gehad, durven en dan de waarheid. En die is altijd zo lekker. Dat is ook altijd voor mezelf. Het gaat niet om ons. Je denkt, huh? Ze zegt toch net dat ik groot ben en een leider en een koning. En nu zegt ze weer, het gaat niet om ons. Dat is nou precies hoe God de dingen doet. Weet je, het gaat niet om ons. Hij wil ons verder helpen en groter maken, omdat de voldoening ligt in anderen helpen. Dienen maakt ons nederig. Ons dienen is een cadeau aan God, omdat we zoveel van hem houden. Liefde voor hem. En weet je, passie is heel bijzonder. Ik kijk af en toe films, waarschijnlijk velen van jullie ook. Maar bijna elke film, oorlogfilms, liefdesfilms, passie is iets heel bijzonders. Mensen brengen grote offers uit passie. Maar ze hebben helemaal niet in de gaten dat het zoveel offer kost. Omdat namelijk passie geeft zoveel vuur, dat je zoveel energie en wilskracht hebt, dat je niet eens in de gaten hebt wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent. En in elke film komt dat langs, dat passie is zo'n enorme drijfveer. En ik hoop dat we uit passie voor God zoveel, weet je, dingen willen doen voor zijn koninkrijk. Dat de passie alleen maar toeneemt. En wij zouden de meest vrolijke, gepassioneerde mensen op deze wereld moeten zijn. Weet je, er staat in Psalm 100 vers 2, sommige mensen kennen die uit hun hoofd, want vroeger deed Pastor Erel daar altijd testjes over voor de dienst, zei die. En wat staat er in Psalm 100 vers 2, dus die weet ik nu nog steeds, dien de Heer met vreugde. Weet je, we zouden de meest vreugdevolle mensen moeten zijn, want God heeft hele grote plannen met ons. Hij heeft hele grote plannen met mij, hij heeft hele grote plannen met jou en hij heeft hele grote plannen met ons allemaal. Maar wat bijzonder is, de manier waarop hij die plannen tot groei wil laten komen en tot bloei en tot uiting en groter en vruchtbaarder wil laten maken, dat is door een grond, een houding, een wortelsysteem van dienstbaarheid te bouwen in jouw leven. Want daardoorheen, als jij een grond hebt van dienstbaarheid, wortels van dienstbaarheid, dan kan God jou groots maken, een leiderschap geven, koningschap geven. Dat is de grond waarop hij dat bouwt. En in Johannes 15 vers 13, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor vrienden. En in Johannes 13 vers 15, precies andersom. Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Weet je, God is heel duidelijk. En God neemt wat jij doet voor anderen. Misschien dingen die wij niet eens zien, neemt hij heel persoonlijk. Kijk maar, in Matteüs 25. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, ik weet al niet wie dat zou zijn, de meest onaanzienlijkste hier in ons midden, dat hebben jullie ook voor mij gedaan. Weet je, alles wat je doet voor iemand, doe je voor God. En dan Haggai 2. Weet je, God heeft een heel mooi plan met deze kerk. Met jou persoonlijk, maar ook met deze kerk. Daar staat, hou vol. God weet dat het niet allemaal vanzelf gaat. Er staat namelijk, hou vol, spreekt de Heer. En nog een keer, hou vol, jullie alle bewoners van dit land. Hou vol, derde keer, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen. Voor de oplettende mensen, vroeger hadden ze hier 5 diensten op 1 dag, op 1 zondag. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven. Weet je, God heeft een heel groot plan. Maar het begint allemaal bij onze houding, onze motivatie, onze liefde voor hem. Wie we zijn in hem. En weet je, Jezus wil ons van harte belonen
voor alles wat we doen. Weet je, ik ben moeder van kinderen. En als ze iets goed doen, dan moet ik altijd oppassen dat ik niet helemaal, weet je, over de limit ga. Oh, wat geweldig. Oh, wat goed. Oh, je bent echt super. Weet je dan, want dan worden ze dan ook weer niet de allerbeste houding krijgen ze daarvan als je dat alleen maar doet. Dus, weet je, en God werkt ook zo. God wil je heel graag belonen voor alles wat je doet. Maar wat hij nog belangrijker vindt, daarboven, is jouw motivatie en jouw houding daarmee aan het werk gaan. Want dan weet hij dat het heel groot en heel mooi en heel bijzonder kan worden. Weet je, complimentjes en bedankjes, en dat is allemaal heel erg fijn en heel erg prettig. Maar we zouden daar niet afhankelijk van moeten zijn om door te gaan. Al zouden we de meest chagrijnige connectleider of teamleider hebben, dat zou voor ons niet uit moeten maken. Of dat we door willen gaan met Gods plannen, met wat hij in ons leven wil doen en in de groepen wil doen. Want wat ons echt uit zou moeten maken en wat ons echt zou moeten vervullen, is wat Jezus over ons zegt. Wat hij van ons vindt. Weet je, en dat staat in Matteüs 25. Ik hoop dat God over mij zegt en over ons allemaal: voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je aanstellen over meer. Wees welkom bij het feestmaal van de Heer. Weet je, God wil je graag belonen. Maar hij bouwt dingen in jouw leven waardoor het nog mooier en nog groter kan worden. En er staat in Genesis 15 vers 1, die heb ik in het Engels gedaan. He is our very great reward. Weet je, God is onze beloning. Dat we hem kennen. Dat we dingen in het leven met hem aan mogen gaan. Ik sprak net twee mensen in de lounge en die hadden gewoon heftige situaties. En toen zei ik, ik ben zo dankbaar dat ik het met God mag doen. En dan denk je, dat is precies zoals het is. Hij is ons de grootste reward. En alles waar wij in groeien is bedoeld om anderen te helpen. En anderen helpen begint bij jou thuis. Bij je eigen man, je eigen kind, je eigen gezin, je eigen vriendenkring, je eigen baan. En ik geloof dat God die kring dan steeds groter wil maken. Hoe beter wij daarmee omgaan, hoe meer God ons toe kan vertrouwen. Weet je, ga het doen in 2018. Durf stappen te zetten. Te geloven in wat hij voor jou heeft en wat hij in jou gelegd heeft. En pas Gods waarheid toe. Want dan gaan we met doen, durven en de waarheid een heel goed 2018 tegemoet. Een geworteld, dienstbaar en vruchtbaar jaar.